transfernieuws. Hij is eigenlijk nieuws. Hij is het mediamoment van je welste. Hey, wow, zo, wat is hier aan de hand? Doe je nou, Joost? Ja, nee! Ik ga naar één vandaag, per 1 april. Kwetsbare datum, snap ik, maar het is echt waar. No, God! No, God, please, no! No! Nee, we gaan hem wel missen. Nee, we gaan hem hartstikke vloggen. Missen, ja. Ik ga aan de slag als politiek commentator voor 1 vandaag radio en 1 vandaag televisie. No! No! Wat is daar aan de hand, man? Hè? Wat doe je nou, man? Ja, ik ben weggekocht. Die politieke vlogs ja, met Sander met en Vincent ja, Driepers. Dat is, dat is ja, het is een okay. Breuk in de politieke boyband. Op dit moment ja, kijk, wordt er gevlogd. Ik zag hem net al buiten ook lopen. Een breuk in de politieke boyband. De heilige drie eenheid. Gaat altijd nog solo. Dat wordt of een groot succes of een totale mislukking. Ik denk dan echt dat je het zelfstandig kan. Nee, dat denk ik helemaal niet. Kom jij in het midden? Nee, je hoeft niet meer in het midden. Nee. Even lekker zo met z'n tweeën. Kunnen we wat... Zo staan we echt veel beter in beeld. Ja. Krijgen we ook de Joost-vlog? Daar moet zeker wel wat gaan gebeuren. Maar ik heb daar nog niet echt iets voor verzonnen. Dan kom je wat concurrentie tegen van ene Xander en ene Vincent, denk ik. Ja. Dat kan het niet worden, natuurlijk. Hij kiest voor de volgende stap. Ja, dan moeten wij ook vooruitkijken. Dan gaan wij natuurlijk niet blijven hangen in hoe het was. Dat is net als met voetbaltrainers, hè, Joost? Het heeft op de 1-0-1 gestaan. Ja, dit is echt bizar, dit, hè? Ik denk dat heel veel mensen denken, wie is Joost Vullings? Bovenaan teletext, Joost. Dat is toch echt spectaculair. Alleen daarom al? Ja, dan zou je een keer die overstap moeten maken. Ja. Journalisten beginnen een beetje op voetballers te lijken. Programma veranderen dat het dan nieuws is. Hoort daar dan ook een transfersom bij? Daar kan ik natuurlijk helemaal niks over zeggen. Maar Stichting de Strijkstok was wel betrokken bij deze transfer. Maar nog steeds blijft het wel erg jammer dat Joost weg. Echt jammer. Ja. Gaan je missen, man. Hij kon zo leuk lachen, Joost. Zullen we dat nog één keer laten zien? Nee? Soms kreeg hij de lach. Kijk. En dan Tineke Schouten mee, toch? Als spelenonderhandelaar. Tineke Schouten, de dochter van Tineke. Carola. Ja, dat klopt. Tineke Schouten. Hey. Rustig aan. Jongens. Ja, dit is echt heel slecht. Soms dan jeukt het toch, en dat jeukt een aantal jaren. En dan komt er een hele mooie kans voorbij en dan moet je er gewoon op springen. En dat was toch ook die connectie met het muziekplein. Ja, natuurlijk. Dat is de tros. Ja, daar tekent hij nu voor. Wat gaan wij doen? We moeten door. Zonder hem. Vanaf volgende week komt er gewoon weer een politiek weekoverzicht. Ja? Ja, wat we daarvoor nog nodig hebben is zijn naamsuggesties. Zoiets als weekoverzicht. Noemen. Bijvoorbeeld weekoverzicht, politieke update, Vincent en Xander. Of als we omdraaien, Xander en Vincent. Of dit is jouw beste kant, hè? Jij wil, ja, jij wil wel dit aan deze kant. Politiek weekoverzicht. Dat we alles in de gaten gaan houden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hoe dat landelijk speelt. Misschien zijn er wel leuke dingetjes die spelen bij jou in de gemeente. Bijvoorbeeld Riet Wulp, Wulp Riet. Of... Ik denk gewoon Wulp en Rietbergen op het Binnenhof. Kunnen we ermee afsluiten. Leuk dat je keek, tot volgende week. Doei! Nou, we gaan je wel missen. Ja, nee, maar dat is geheel wederzijds. Tot 1 april. Ben ik nog gewoon onderdeel? Ben ik er nog? Dus, we gaan ook nog vloggen. Dan gaan we je nog wel zien. Ja, absoluut.